Het is zomervakantie, boys! En dit is de doos waar al mijn boeken in zitten van het schooljaar. Holy shit! Dus wat doe ik daarmee? Het was een leuk schooljaar. Oh, hell no! Maar, ja, het is genoeg geweest voor mij. Let's go! Kijk, schooljaar is gedaan. Het is zomervakantie. Ik ga dagelijks uploaden. Er komt een 24 uur livestream aan bij Shaquille. Het wordt een geweldige zomervakantie. Ik ben Aceit. We willen vandaag een spel. Dat zien jullie zo wel. Oké, ja. Wordt een vette video. Jongens, smash die like als je de video leuk vindt. Ik ben Aceit. En ik zou zeggen, let's go. Veel zin om een video te maken. Het is mooi weer buiten. Ik moet niet meer naar school. De examens zijn gelukt. Binnenkort op mijn verjaardag, op 29 juni, weet ik hoe mijn punten eigenlijk helemaal waren. Natuurlijk komt er dan een video geslaagd of niet geslaagd. Maar dat doet er nu allemaal nog niet toe. Vandaag spelen wij Black Ops 2 natuurlijk. Wat had je gedacht? Ik vind dit na 10 jaar nog altijd een van de leukste Call of Duty's die er ooit zijn gemaakt. Als het niet de beste Call of Duty is die er ooit is gemaakt. Want dit spel had alles. Dit spel was geweldig om te spelen met vrienden. Ik bedoel, ik heb dit spel het meeste van al gespeeld met al mijn vrienden. Dit was het leukste spel die er was, het minst rage spel die er was. En ik heb me er gewoon rot op geamuseerd. Want nu speel ik geen Call of Duty meer buiten opnames voor YouTube. En dat vind ik wel jammer. Dat is niet omdat ik Call of Duty niet leuk vind, maar dat is omdat we niet meer met alle vrienden samen op een console gamen. Natuurlijk is dat de leeftijd en ja, natuurlijk vind ik dat jammer. Maar ik hoop dat Black Ops 3 gewoon zo'n amazing sick spel wordt. Dat het terug gespeeld wordt met iedereen en dat we terug die old good times hebben. En dat we gewoon terug volledige weekends op de PlayStation kunnen spelen. Ik mis gewoon die tijden, de oude old school Call of Duty times. Maar oké, ik leg me erbij neer. En ik wil deze C4 over die mensen muur gooien en een kill halen, jazeker. Advanced Warfare vind ik niet zo'n leuk spel. Maar ik weet niet hoe dat komt. Want gewoon niet zo'n amazingly proud game to play. Maar boeien, daar gaan we het in deze video niet over hebben. Het onderwerp waarover ik het ga hebben is een zomermeeting. Wat? Een zomermeeting? De laatste tijd krijg ik op Facebook en Twitter enorm veel vragen of ik eens een meeting ga doen met kijkers, of ik naar mijn kijkers kom, shit like that. Ik denk niet dat het mogelijk is voor mij om nu op mij alleen een meeting te organiseren waar dan echt iemand naar gaat komen. Daarom heeft de Belgische YouTuber groep van YouTubers waarmee ik bevriend ben. Ik ben niet bevriend met veel Belgische YouTubers, want ik heb een beetje lichte spanning met de meeste Belgische YouTubers. Don't care. Er komt waarschijnlijk wel een Belgische, Vlaamse YouTuber meeting aan, wat niet de Belgian YouTube Gathering is. Ik weet niet of er mensen zijn van jullie die weten van België dan toch. In Gent was er, bijna al een jaar geleden, is een meeting gewoon chill met een beetje mensen op het podium, een beetje chillen, een beetje praten. Zo'n meeting. En ik heb nu eens met wat mensen gepraat en met wat mensen geskyped en met wat mensen overlegd. En er komt waarschijnlijk weer een meeting, maar op een hele andere manier. Want ik weet dat ik ook heel wat Nederlandse kijkers heb. En ik snap heel goed dat jullie niet naar de andere kant van de wereld willen komen om iemand van internet eens in het echt te zien. Ik kan daar heel goed in komen. Mij lijkt het al veel awesomer om echt iets te doen die dag, wat je gewoon niet meer vergeet. Iets wat veel mensen doen is dan naar de stad gaan, ergens een keer meeten op een plek en bij een station en daar chillen. Nee. Ik heb twee ideeën met die mensen besproken en het zijn er eigenlijk heel veel. Ik zat te denken of we gaan heel cliché naar een pretpark met de mensen die willen dat ze dan ook komen. Als er niemand komt, dan komt er niemand. Dan hebben we ook gewoon een leuke dag in het pretpark. Of we gaan gewoon een dag naar een soort van mini-strand. Een mini-strand is ja gewoon een klein stukje strand. Waar de glijbanen zijn en zo. En ik vind dat heel vet. Daar kan je dan een hele dag chillen, video's opnemen. Allemaal vette shit doen met mensen die jouw video's kijken. Zo'n dingen lijken mij veel cooler dan gewoon zo'n standaard meeting waar je een beetje awkward in een kring staat. Want daar kan je dan ook effectief iets cool doen. Dus als ik een meeting doe, is het niet gewoon iets standaard op een plein, een beetje shit doen. Als ik iets doe met jullie, dan wil ik dat het in jullie geheugen blijft. En dat het iets chill is. Dat het niet alleen voor Belgen is, of alleen voor Nederlanders. Dat het gecombineerd is. Maar ik denk niet dat dat voor binnenkort is. Ik denk dat dat nog heel lang gaat duren voordat dat echt gepland kan worden. Want ik ben nu ook nog maar 15. Op 29 juni ben ik 16. En ik zweer jullie, er komt echt ooit nog eens iets dat ik doe
met jullie. Misschien na de zomervakantie, maar ik denk niet dat het voor deze zomervakantie zal lukken. Maar het zal zeker iets speciaals zijn. Ik had er al eens over gepraat met Ryan van Unagis. Hij gaf mij, we hadden daar ook al iets helemaal over gepraat, van ja, we kunnen dat doen en misschien dat. Maar alles bleek er dan toch op dat we gewoon, we hebben, ja, het is allemaal niet zo makkelijk als het lijkt. Maar we doen ons best. Vind jij dit nu een goed idee? Dan wil ik jouw mening daar eens over weten. Wat denk jij? Of dat een goed idee is, of we beter wel gewoon een standaard meeting doen? Of jij, jouw idee is gewoon van nee, doe niks. Blijf gewoon video's maken. Ik wil je niet zien in het echt. Of dat je zegt, doe dat niet, want als je dat doet, dan word je neergestoken. Zet gewoon jouw mening hieronder en dan, ja, dan zien we wel wat er kan gebeuren. Ik denk dat het sowieso wel eens nice is om jullie ergens te zien waar het echt de bedoeling is om jullie te zien. De YouTube gathering was de beste dag van mijn leven. Gameforce. Ik kom naar Gameforce de zaterdag. De zondag, daar weet ik nog niks van. Eigenlijk weet ik nog niet of ik naar Gameforce kom, want ik weet het nog niet. Maar waarschijnlijk wel, maar niet zeker. Oké. Ik ben in het algemeen gewoon heel erg blij dat het zomervakantie is. Dit moment waar ik nu ben, dit is zo'n moment waar ik op 3 september naar uitkijk. Ik zei zo tegen mezelf op de eerste schooldag van, oh, stel je voor dat het nu al zomer is. En nu is het zomer. Dit is dus gewoon fucking epic. Ik ga gewoon heel de zomer knallen en ik hoop dat ik op mijn ACID 2-jaars verjaardag jullie dat weer kan zien. Voor de mensen die niet weten wanneer de ACID verjaardag is, mijn kanaal bestaat 2 jaar op 15 augustus. Maar daar komt er al wel een video van, die 1 jaar, 2 jaars video's, dat is altijd chill. Dus dat zien jullie dan wel. Shit, we kunnen deze man knifen. Dan komt hij hier niet. Dan is er hier iemand. Kunnen we daar weer een kill pakken? Ja. Hoe pakken we die kill? Ja. Oh my. We pakken hier nog een kill. Hier zo. Ja, die. Oh, toch niet. Maar ik heb er zin in, boys. Ik ben zeker dat jullie ook zin hebben in de zomer. Zo niet. Dan, dan heb je waarschijnlijk zin in de winter. Maar ik heb er zin in. Ik ben Acid. En ik zou zeggen, jongens, wat jij deze video nu leuk? Ik ben zeker even duimpje omhoog. Ik ben Acid. En ik zou zeggen, bedankt om te kijken naar deze video. Ik ben Acid. Ik heb ervan genoten om deze video te maken. Het was een leuke video. Laat zeker in de comments weten wat jij vindt van het idee van de meeting. Mijn naam is Nathan. Nathan van de Gens. Acid. Yes, Acid. Acid dagelijkse video's. En ik zou zeggen, jongens, tot de volgende keer. Adios. Bitches.